Welkom in deel 8 in de serie van 10 over onderscheiden, omgaan met gevoelens. Een belangrijke schakel in de geschiedenis van het onderscheiden der geesten wordt gevormd door de geestelijke oefeningen. Een werkboek voor wie zijn innerlijke leven wil ordenen naar God toe. Ignatius van Loyola, een bekeerde Baskische edelman, maakte in de 16e eeuw een innerlijke reis zoals eertijds de monniken dat deden in de woestijn. Hij wilde onvoorwaardelijk de weg inslaan naar de volmaaktheid, de goddelijke volmaaktheid, zo die hem gegeven zou worden. Elk moment van onzekerheid over zijn gevoelens en als een innerlijke roerselen onderwierp hij aan een meedogenloos zelfonderzoek dat hij later zou systematiseren in richtlijnen. En die groeide uit tot een pedagogisch instrument voor elke ziel die innerlijk de goede bestemming wil bereiken. Dat begrip keuze is het nieuwe dat Ignatius binnenbrengt in de traditie. Keuze, niet als een eenmalige actie, maar als een manier van leven, dag in dag uit. En de oefeningen van Ignatius nodigen uit tot een innerlijke omvorming die vrijmaakt van gehechtheid aan vage verlangens en begeerten. De oefeningen zuiveren de eigen wil uit tot een echt vrije wil. Marijn formuleert die innerlijke omvorming zo. Gevoel, daar handel je natuurlijk wel uit en het speelt ook wel een rol in je handelen, maar het hoeft geen leidende rol te spelen. Nee, ik vind, denk ik, gevoel kun je met ratio beredeneren, waardoor je minder heftig weer reageert. Bijvoorbeeld als je heel erg in de put zit, en heel erg in een negatieve spiraal, dan kun je er wel in blijven. Dan denk ik, oh, ik ben zo zielig. Maar als je gewoon, als je gaat denken van, eigenlijk heb ik toch best wel veel mooie dingen. En ik heb het eigenlijk, ja, het gaat eigenlijk best goed, weet je wel. Ik ga naar school en op zich ben je best gezond en zo. Dan kun je jezelf daar weer uitslepen, gewoon, denk ik. Het ligt gewoon aan wat je instelling is. De systematiek van de geestelijke oefeningen, systematisch leren omgaan met bewegingen zoals Marijn ze schetst, is gegroeid uit het leven van Ignatius zelf. Zelf is hij eigenlijk de klassieke edelman, die omwille van zijn snel ontdekte begaafdheid een veelbelovende carrière opbouwt in hoofse kringen. Je kunt hem een ijdele jup noemen, als je zou willen. De soldaat in hem krijgt een ingrijpende knauw als hij bij de verdediging van de vesting Pamplona een foute inschatting maakt. En hij haalt het niet. En hij dacht dat hij het wel zou kunnen. Hij krijgt een kanonskogel op zijn been en met een bijna verbrijzeld been moet hij terugkeren naar zijn ouderlijk huis in Loyola en daar maandenlang het bed houden. Hij laat allerlei ingrepen uitvoeren in de hoop dat hij zijn carrière kan hernemen. En dan gebeurt het. Hij begon in zijn ziel grote wisselingen te ondervinden. Soms voelde hij zich zo dor dat hij geen smaak had in het bidden van de getijden of in het bijwonen van de mis, nog in enige andere vorm van gebed die hij beoefende. Andere keren daarentegen overkwam hem zozeer het tegendeel, en dat zo plotseling, dat hij de indruk had dat hem de droefheid en de troosteloosheid ontnomen waren, zoals men iemand een mantel van de schouders neemt. Nog nooit eerder had hij zulke wisselingen ondervonden, zodat hij zich daarover begon te verwonderen en zich afvroeg: wat is dit toch voor een nieuw leven dat we nu beginnen? Wie zijn leven drastisch omgooit, heeft natuurlijk nogal wat te ordenen en te beslissen. Hoe kan ik in die nieuwe situatie mijn oriëntatie vinden? Hoe vind ik onderscheid tussen goed en kwaad? Ignatius laat mensen die zich door hem laten scholen in spiritualiteit bijbelse verhalen lezen en vraagt hen zorgvuldig waar te nemen hoe ze de lezing en overweging van de bijbelse verhalen ervaren. Wat raakte je toen je dit las? En als je nou zelf in dat verhaal zou voorkomen, hoe zou je je gedragen? Ik stel mij voor hoe onze lieve vrouw
bijna 9 maanden zwanger, Nazareth verliet, zittend op een ezel, zoals de vroomheid ons toestaat te overwegen. Met het innerlijk aanschouwingsvermogen zal ik de weg zien van Nazareth naar Bethlehem en nagaan hoe lang en hoe breed hij is en of hij vlak is of over dalen en heuvels loopt. Ik stel mij dat allemaal voor. Ook kijken naar de plaats of de grot van de geboorte. Hoe groot of hoe klein zij is. Hoe laag of hoe hoog. En hoe ze is ingericht. De personen zien. Onze lieve vrouw zien. En Jozef. En het dienstmeisje. En ook het pasgeboren kind, Jezus. Ik maak me tot een knechtje, onbeduidend en onwaardig, en ik kijk ze aan, aanschouw ze en dien ze waar het nodig is, alsof ik erbij was, met alle achting en eerbied waartoe ik in staat ben.